Theater de Willem en school de Viermaster starten een Papendrechtse jeugdtheaterschool. Er zijn drie groepen waarbij leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten. In alle groepen krijgen de leerlingen dans, zang en spel, maar per blok kiezen de docenten een thema waar de nadruk op ligt. En jullie gaan even voorstellen en even vertellen van wat je in het kort hier gaat doen. Mijn naam is Sylvia en ik ben speldocent hier. En ik ben Mitchell en ik ben dansdocent. En ik ben Jara en ik ben een muziekdocent. Jullie gaan beginnen volgende week met lesgeven. En hoe gaan die lessen eruit zien? Wat was hier bijzonder mee? Die lessen gaan er vooral heel vrolijk uitzien. En ze gaan zo breed mogelijk met het theatervak aan de slag. Huh? En we gaan lekker van start met de basis. En dan gaan we opbouwen totdat het een hoogtepunt komt. Ja, jij zei van, jij deed toneel. Wat moet ik me daar voorstellen? In de brede zin van het woord. Ik ga toneellessen geven, maar in alle vormen. Dus van komisch toneel tot aan drama, echt serieus. En we gaan daarin allerlei dingen onderzoeken. Presentatie, durven staan, dat soort dingen, die horen allemaal heel erg bij. Dans. Ja, dans nou eigenlijk ook in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen het theaterdansen, show, jazz, musical, zoals je zou verwachten bij theater. Maar juist ook al die andere dansstijlen aanstippelen en vooral bij de basis beginnen en met de basistechnieken van daaruit opbouwen. Ja, muziek ook weer breedste zin van het woord. Natuurlijk zang is heel belangrijk in het theater. Maar ook gewoon de vorming, dus ritme herkennen. Ook teksten schrijven, dat vind ik zelf ook heel erg leuk en daar ben ik ook heel erg bekend mee. Zodat ze zelf gewoon thuis zijn in de muziek en ermee kunnen gaan werken. Volgens mij gaat het een succes, denk ik. Ik ga natuurlijk ook stiekem gebruik maken van stem en beweging en hun ook van spel. Oké. Dus. Het wordt ook een stuk samenwerking, zeg maar, met elkaar. Absoluut. Ja, want de vakken lopen door elkaar heen. Je kan niet het een doen zonder het ander hier bij de jeugdtheaterschool. En in het algemeen bij het theater, alle drie de vakken horen gewoon bij elkaar. En juist die overloop en uiteindelijk het einddoel presenteren en op het podium, daar heb je gewoon alle drie voor nodig. Dus juist die overgangen opzoeken.